Jij mag nu spits gaan worden vanaf nu, hè? Nee, dat laat ik nog altijd over aan Nico Binsten, die hier naast mij staat. Ik ben heel tevreden met mijn doelpunt. Als verdediger doet het altijd wel plezier, omdat je toch niet zoveel scoort. Dat de eerste taak toch altijd het verdedigen is. Maar het doet enorm veel plezier om vandaag mijn eerste doelpunt te maken voor Antwerpen. En kan je die fase even uitleggen? Hoe zat dat in elkaar? Als supporter was het moeilijk om te zien. Een rommelige fase eigenlijk, maar ik denk dat we eerst een corner krijgen. De bal wordt weggewerkt en komt direct bij Geoffrey Heyreman, juist voor de supporters denk ik. En wordt weer in het pak gedropt en dan gaat Owoes in het duel met de keeper. En ik denk dat de bal weer omhoog springt en ik sta eigenlijk op de lijn en ik kan hem nog binnenkoppen. En de hoeveelste goal in jouw profcarrière is dit? 3-4 denk ik. Ik scoor niet zoveel. Als verdediger kom je niet zoveel in de 16 meter om een goal te maken. Dus het doet enorm veel plezier om eens te scoren vandaag. En hoe heb je de match beleefd? Was dit nu een echt moeilijke match of had je zoiets na de halftime van dit gaat wel lukken? Nee, ik denk dat we heel volwassen gespeeld hebben. We verwachten een Roestelaar heel verdedigend en dat was ook zo. Dus we hebben heel volwassen gespeeld, heel gedisciplineerd en iedereen zijn taken perfect uitgevoerd. En ik denk dat we op de perfecte momenten scoren. En ik moet ook vermelden, die fantastische redding toch op de 1-0 van Koundimbana houdt ons recht daar. Dus ook een pluim naar hem toe. En voor de volgende wedstrijd, wat zat er daar op het programma? Twee moeilijke uitwedstrijden. Dus het was ook absoluut nodig om vandaag de drie punten thuis te houden. Maar we moeten die match per match nemen en eerst naar Deinzen, denk ik. Dus dat wordt de volgende moeilijke opdracht. En wanneer valt jouw volgende doelpunt? Hopelijk zo snel mogelijk. Hè. Als ik mijn steentje kan bijdragen, als ik een doelpuntje kan maken, ga ik dat zeker niet laten liggen.